Een willekeurige zaterdag of zondag in het Westland. Op tal van sportvelden en in veel sporthallen wordt gesport. Het Westland is bij uitstek een heel sportief gebied. Veel Westlanders zijn lid van een sportvereniging of doen ongeorganiseerd aan sport. In een streek die zo sportminded is, is het niet verwonderlijk dat er ook veel talent rondloopt. Veel Westlanders hebben het in het verleden tot de Nederlandse of zelfs de internationale top geschopt. En ook vandaag is er een groot aantal streekgenoten dat in zijn of haar sport tot de Nederlandse top behoort. Een aantal van die Westlandse toppers doet het zelfs internationaal meer dan uitstekend. De voorzieningen om te sporten in het Westland zijn prima, zeker in vergelijking met andere gebieden of plaatsen in Nederland. Westland beschikt over veel en veelal nieuwe accommodaties waar vele sporters in het Westland hun sport kunnen beoefenen. Er is voldoende kader om een vereniging organisatorisch goed te laten rijlen en zeilen. En in het welvarende Westland zijn er genoeg bedrijven te vinden die graag als sponsor hun naam willen verbinden aan een van de vele sportverenigingen. Toch ontbreekt er iets in het Westland. Hoewel trainers onze topsporters zo goed mogelijk begeleiden, zijn er toch regelmatig vragen bij de sporters. Vragen waar de omgeving geen antwoord op kan geven. Dat is de reden waarom een aantal Westlandse inwoners met affiniteit voor sport het initiatief hebben genomen om op 7 oktober Stichting Topsport Westland op te richten. Het stichtingbestuur bestaat uit voorzitter Karlieke van Staalduinen, penningmeester Jenny Brokke, secretaris Richard Verbeek en de drie algemene leden Joop Gardien, Mark-Paul Burgersdijk en Ben van der Stee. De kerstverse stichting heeft al een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Meer investeren in kennis van sport bijvoorbeeld. Niet alleen om de sporters op een hoger plan te brengen, maar ook om verenigingen en evenementen te stimuleren. Een ander doel is het versterken van de band tussen bedrijfsleven en topsport in het Westland. Dat kan door het organiseren van bijeenkomsten. Een aantal malen per jaar organiseert de stichting een sportcafé, waar sporters, verenigingen, belanghebbenden en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. Nog zo'n doelstelling is een betere promotie van Westlandse toppers. Maar er zijn ook andere afgeleide doelstellingen. Met prestaties op nationaal of internationaal niveau komt ook het Westland zelf weer eens positief in het nieuws. Dat versterkt weer het imago van de streek. Bovendien zijn goede prestaties van streekgenoten weer een stimulans voor andere Westlanders om te gaan sporten. Dat is goed voor de gezondheid. Investeren in verenigingen zal ook leiden tot een hoger niveau van sport in de breedte. De Stichting Topsport Westland wil ook nauw gaan samenwerken door goede contacten te onderhouden. Bijvoorbeeld met Topsport Den Haag of Topsport Rotterdam, maar ook met NOC, NSF en andere organisaties kan het sportklimaat in het Westland ook verbeteren. Kortom, de Stichting Topsport Westland staat in de startblokken om het aanspreekpunt te worden voor alle Westlandse topsporters, topsportverenigingen, organisatoren van topsportevenementen en het bedrijfsleven dat in topsportsponsoring geïnteresseerd is. Het begin is er. En ambitieus als het bestuur is, zal de Stichting Topsport Westland zeker een vervolg gaan krijgen.